Goed, Bram Lauwers, de oeuvreprijs van amateurvoetbal Eindhoven. Ja, dat is een mooie afsluiting denk ik voor een mooie loopbaan. Ja, ik denk als je daarmee helft kunt sluiten, ik denk dat iedereen die sport bedrijft en dan zo af kan sluiten, dat een geweldige prijs is. Daar ben ik zeer verrast. Ja. En ik ben er heel content mee. Het is een blijk van waardering, toch van, ja, je hebt lang mee in het amateurvoetbal meegelopen, ja. En dan blijkbaar toch niet onopgemerkt. Nee, inderdaad. En we hebben er ook heel veel plezier. En dan bedoel ik heel ons gezin. Hè? Wel echt een voetbalfamilie. Dus daar, we hebben er allemaal van genoten. En dan sluiten we zo af. En ja, ik heb natuurlijk niet het allerfijnste seizoen gehad, zoals we weten. Maar toch dan zo af te sluiten, ja, is geweldig. Want hoe lang heb jij rondgelopen als trainer in Tampere? Nou, 20 jaar. Die was continu en dan alleen 20 jaar eerste elftallen. En toen ik begon met als trainer zijnde bij een tweede elftal. Ik heb 5 jaar in de tweede van de Vilde getraind. Ja. En dan ben ik ook succesvol geweest van de derde klas naar de eerste klas ongeveer. En toen diploma's gehaald en de eerste helft al gaan trainen. Want als er één woord voor jou toepassen is honkvast. Want jij hebt gewoon maar drie clubs gehad zo in al die tijd. In al die tijd 3 jaar en dan 4 UNA ook nog. Ja, ik ben echt UNA jongen altijd geweest. In de jeugd altijd UNA gespeeld. Uiteindelijk niet het eerste kunnen bereiken en van daaruit eigenlijk vertrokken naar mijn Vilde. Ja, en dan 15 jaar het eerste zelf gespeeld van mijn Vilde. Van daaruit eigenlijk mijn trainersdiploma's gehaald en de tweede getraind en toen vertrokken. En 9 jaar echt VWO en toen teruggekomen op het oude nest bij mijn Vilde. Ja. En succesvol en geweest. Ja. Ja, heel succesvol geweest. Hele mooie tijd gehad bij mijn Vilde. Ook een leuke en mooie tijd gehad bij DBS. Hè. En ik kijk er met een goed gevoel op terug. Ja. En wat ga je nu doen? Vorig jaar zei jouw voorganger Luid van Buhl, die ging met de duiven aan de gang. Maar ja, ik heb geen duiven gelukkig. Ik ben niet van de duiven. Maar wat ik ga doen, genieten van de vrije tijd. En ik heb niet meer de ambities om hoofdtrainer te worden. Nee. Maar ik zou wel graag toch nog wel met het spelletje te maken blijven hebben. Nou, mijn Vilde heeft me al benaderd om daar het een en ander te gaan doen. Nou, daar ga ik zeker op invullen. En verder is zo, eigenlijk de ambitie die ik zou hebben, een jonge trainer te ondersteunen als assistent. Ja, daar zou ik dan nog enigszins voor openstaan. Maar absoluut geen hoofdtrainer meer. Verantwoordelijkheid en die tijd. En die ga ik niet meer. Daar moeten jonge mensen voor overnemen. En die zijn er meer geschikt voor. Ik heb het zo lang gedaan, ik ben er klaar mee. Dus, en je krijgt nog een mooi afscheid begrepen. Ja, volgende week hebben ze een afscheidswedstrijd georganiseerd. RGVVO en Mervelde. Ja, leuk. Ja, en dus daar laat ik mij ook maar verrassen wat er gaat gebeuren. Maar ik vind het wel super wat ze gedaan hebben. En ik heb gewoon een hele mooie tijd gehad. Nou, wij hebben ook altijd van jou kunnen genieten. En, ja. Nou, je bent nog niet helemaal verloren van het amateurvoetbal. Nee, absoluut niet. Ik ben nog fit genoeg om iets te betekenen in het amateurvoetbal, denk ik zelf. Maar ik heb niet meer de ambities om die kar weer te gaan trekken. Maar ik wil zeker nog, als een club zijn, die zeggen, nou, we willen toch onze trainer iemand hebben die ze ondersteunt, hem ondersteunt. Dus dan ben ik er zeker bereid voor. Dat is mooi. Dan wens ik jou er veel succes mee. Dankjewel. Voor al die jaren. En jij ook. Zeker altijd voor de site amateurvoetbal Eindhoven. Ja, geweldig. Hè, zoals we allemaal. Ik denk dat iedereen smorgens het eerste waar ik toe heb gewerkt is de computer aanzetten en kijken van wat is het laatste nieuws. Dus jullie zijn iedere dag nog steeds. Nou, dat is mooi. Ik denk dat er heel veel mensen van genieten. En ja, het is ook geweldig.